Hij vond school totaal niet interessant en besloot daarmee te stoppen en bij zijn ouders in het bedrijf te gaan. En intussen werkt hij alleen nog maar voor de Rich and the Famous en ontwerpen ze prachtige designmeubels op hele luxe jachten. Welkom Felix van Hintem. Je bent 23 jaar en zoals ik al zei, je begeeft je in een mondiale wereld van hele rijke en bekende mensen. Hoe is dat? Uh, nou ja, zelf krijg je vrij weinig te maken met de, de uiteindelijke afnemer. Er zitten altijd een hele hoop mensen tussen voor de branche waarvoor je werkt. Maar uh, ja, je maakt wel hele aparte dingen mee. Je komt wel op uh, exotische locaties en je mag hele, hele mooie dingen maken. Waar kom je nu vandaan? Ik kom net terug uit uh, Miami en uit uh, Italië. Het is bijna niet te bevatten dat het allemaal in een schuur begonnen is. Nou, eigenlijk in de slaapkamer. Mijn vader is uh, eigenlijk uh, van Oswald metaalbewerker in de jachtenbouw. Heeft hij wel altijd gewerkt. En uh, ja, die is vanaf een bepaald moment voor zijn eigen begonnen. En ja, die, die is daar begonnen met het maken van kleine producten en, en Zoals? onderdelen. Uh, kleine leuninkjes, uh, trappen, uh, ook klein meubilair, uh, onderdelen voor interieuren. Dat, uh. En jij zag dat als kleine jongen, want jij liep er natuurlijk in en uit. Ja, ik was altijd. Uh, ja, op zaterdag was ik uh, de Sjaak. Dan uh, mocht ik altijd meehelpen. En, uh, of moest ik eigenlijk meehelpen. Het vond ik zelf natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja, dat was het gewoon meehelpen in de werkplaats. En dan ga je studeren en dan denk je helemaal klaar. Ze hebben hier niks te vertellen. Hè? Volgens mij zijn dat letterlijk jouw woorden. Uh, ja, 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 eigenlijk. Even hey, een paar, uh, ik kom bij jou in de zaak. Wat zei je vader? Uh, die vond het geen goed idee. Uh, ook zeker mijn, uh, mijn moeder. Die zei, uh, ja, alsjeblieft studeren. Dat, uh, ja, dat heb je, dat echt je nodig. zekerheid op een en, baan? Uh, ja, zekerheid op een baan. En je kunt nog niet alles. En uh, uh, ja, Het is niet verstandig om nu al te beginnen. Maar, maar toch ging je pff, het doen. Ik was er helemaal klaar mee. Als ik nu moet schakelen, en dat doen we wel even een nutshell, van die slaapkamer, uh, annex garage, naar het bedrijf wat jullie nu hebben, mondiaal ja. opereren jullie. Ja. Hoe kom je aan zulke grote opdrachtgevers? Nou, dat is eigenlijk heel uh, snel gegaan. Wat wij heel veel doen is met uh, heel veel partners samenwerken. Wij vormen eigenlijk met een aantal bedrijven een keten. Uit de regio? Ook uit de regio, ja. Uh, soms ook al wat verder weg, maar over het algemeen wel in Nederland, Duitsland uh, bedrijven die in de buurt zitten. En met dat groepje bedrijven nemen we hele grote projecten aan. Wij maken bijvoorbeeld het, uh, het roestvrij staal gedeelte van de meubels. Yeah. En een stukje uh, ontwerp en uh, het uitwerken van het meubel. Yeah. Uh, en we hebben een aantal uh, ja, partners, leveranciers, die daar ook weer uh, hun aandeel aan toevoegen. En zo kun je eigenlijk samen hele complexe meubels maken. En toch uh, ja, binnen een redelijk korte tijd heel veel uh, producten leveren. Maar dat vergt ook een enorme organisatie, want als ergens... Vertraging oploopt, dan ja, heb je ook een domino-effect. Dus je moet ontzettend nauwe, korte lijnen aanhouden met elkaar. Absoluut. Uh, ja, levertijden zijn cruciaal. Het is ook eigenlijk uh, niet mogelijk om te laten leveren. Ik bedoel, als je dat doet, dan werk je jezelf enorm in de problemen. Dan, uh, want iedereen is van elkaar afhankelijk. En uh, ja, je zit ja, soms echt met 15, 16 bedrijven op één project. Ja, want we gaan even terug. Want uh, het begint met een boot. Ja. Oh ja, een boot. Het begint met een miljoen of twee miljoen of drie miljoen, zo'n boot per meter, is het een miljoen? Ja, ik geloof een miljoen per Zoiets. meter, uh, afhankelijk dus van... Dus iemand het, uh, bestelt zo'n boot, en dan? Um, ja, die bestelt een boot bij een jachtwerf, die gaan die boot als het ware bouwen. Uh, maar dat, ja, een jachtwerf moet je eigenlijk zien als een soort projectbegeleidingsbureau die eigenlijk het, het, uh, ja, alles uitbesteden. Die betrekken daar heel veel bedrijven bij, waar wij mm -hmm. er dus één van zijn. En uh, ja, er komt natuurlijk continu vanuit de, de daadwerkelijke afnemer, de, de eigenaar van de boot. Uh, ja, heel veel vragen. Uh ja van dingen die ze graag willen hebben. Omdat het allemaal precies op maat op die boot moet zijn. Want eigenlijk is alles uniek, hè, wat ervoor gemaakt wordt. Ja, in principe wel. Uh, er worden wel wat serieboten gemaakt, maar uh, waar wij in zitten, het meubilair, de afwerking, dat is eigenlijk altijd uniek. Ja. Heb je nog dromen? Ja, op het moment zijn we bezig met meubilair voor een jacht wat uh, op de Monaco Jachtshow dit jaar komt te liggen. Dus dat is eigenlijk voor ons al een hele grote prestatie. Dat Mag we dadelijk, ik mee? Euh, dadelijk naar Monaco naar naar beurs gaan en ja. dan zie je gewoon een jacht een jacht een kun je wow. zeggen, wij je zeggen wij Laatste vraag. Wat betekent geld voor je? Vrij weinig. Als je er maar genoeg van je uh, nou, ik, ja, je wil natuurlijk het budget hebben om overeind te blijven staan maar en vooral nou, te kunnen. investeren. jong. Je investeren. Wil allemaal leuke dingen doen. Iedereen houdt van geld. Ja, nee, ik hou van geld, maar meer geld om, om echt, in, in, uh, uh, te investeren. echt te investeren. Oh, in, ik dacht hem, ik voelde hem aankomen. Ik hoop dat je nog bakken met geld kunt investeren. Samen met al die andere prachtige Brabantse en mondiale bedrijven. Heel veel succes en dankjewel. Oké, okay, dankjewel.